De ervaren keeper van Harkemaarse Boys, een Jansema, die hoorde ik in een interview zeggen van het was niet helemaal verdiend, maar wel lekker voor ons. Peter, ja, ja, ja. Een reactie. Ja, nou, ja, dus ik denk dat we met z'n allen een beetje hetzelfde gevoel hadden na afloop van de wedstrijd. Het was natuurlijk zaterdag hier thuis tegen Stappels natuurlijk ook al zo. Maar zo voelt het ook. Je hebt denk ik 60 minuten heb je controle. Nou, we gaan zo met de spelers de wedstrijd nog even terug analyseren, terugkijken. Of analyseren, ik heb geen beelden, dus we kunnen niet terugkijken. Maar we hadden wel het gevoel op een gegeven moment na een minuut of 60 of zo dat we wat de grip kwijtraakten. En de grip met name dat we in die 60 minuten daarvoor zeg maar heel veel aan de bal waren. En wij bepaalden wat er op het veld gebeurde. Goed druk zetten, goed onder de druk van Harkema maar uitvoetbalden. Ja, en we waren met z'n allen gewoon aan het wachten op de 2-0. Ondanks dat we niet heel veel kansen hebben gecreëerd, vond ik wel dat we hier een meester waren. Heb je het daar met de groep, met name in de rust ook over gehad, of trouwens bij de wedstrijdbespreking, dat Harkemaarse Boys typisch zo'n ploeg is, dat als ze achter staan, zie de wedstrijd tegen Stedoco, dan hadden ze datzelfde. En we hebben jaren wedstrijden gespeeld tegen Harkemaarse Boys. En op een gegeven moment, dan komt die beslissende fase. En dan kunnen ze even wat meer dan normaal. Ja, dat durf ik niet te zeggen. Kijk, Harkema is niet meer het Harkema van 3 of 4 jaar geleden. Het zijn allemaal andere spelers. Dus dat, of dat nou typisch Harkema is, weet ik niet. Ze hebben in de eindfase, hebben ze een klutskool gekregen. Nicky die bal weg wil schieten. Heel ongelukkig komt hij dan toch nog weer bij een speler. Of dat dan de verdienste is van Harkema. Maar hij ligt er wel in. Dus dat is heel moeilijk te beoordelen. Ik vond ook dat ik na de wedstrijd, dat ik echt over na te denken van waar hebben we het nou laten liggen, zeg maar. En ja, ik kom niet veel verder dan dat we het op 2 momenten hebben laten liggen. Natuurlijk, we waren op een gegeven moment op zoek naar de 2-2. Geven nog 2 goede kansen weg. Houdt Daan ons nog 2 keer op de been. Maar ik kan het niet echt benoemen. Buiten dat ik vond dat we na een uur de grip wat kwijtraakten. Wat sneller de bal kwijt waren. Wat minder goed de bal voorin vast konden houden. En op zich is dat niet zo raar. Want met name voorin moeten we er hard voor werken zeg maar, om druk erop te houden. Dus dat daar op een gegeven moment de krachten wat wegvloeien. En daardoor misschien iets sneller de bal verliezen. Op zich ook niet zo heel raar. Maar jouw visie is en blijft dan dat je wel op dezelfde manier wil blijven spelen. Nou, of dat je toch iets meer de accent op de verdediging? Goeie vraag, Piet. Want daar hebben we het net even met een aantal spelers over gehad. Moeten we 90 minuten doen wat we 90 minuten doen? Of tenminste nu de afgelopen wedstrijden 90 minuten doen. Constante druk erop, wat gewoon heel veel kracht kost. Hè. Moeten we ook niet in fases van wedstrijden misschien iets meer de druk eraf halen voor onze spitsen. En misschien gewoon op het moment dat de tegenstander de opbouw heeft, ook gewoon de tegenstander opbouw laten. Ja, Maarten heeft jou geïnterviewd na de wedstrijd tegen Staphorst. Ja. En als ik jou geïnterviewd had toen, had ik de vraag willen stellen van stop je niet te veel energie in het veroveren van de bal? Met name die tweede bal, waar wij het met z'n tweeën ook heel duidelijk over gehad hebben. Waardoor net op het moment suprême ze eigenlijk de energie kwijt zijn om die bal er gewoon in te jassen. Ja, zeg het maar. Ik bedoel, we zijn toch in staat, ook tegen Ajax, ook tegen hier thuis, tegen Staphorst, zijn we gewoon in staat om heel veel kansen te creëren. In de beginfase van de wedstrijd, waarin iedereen nog fris is, in de eindfase, in het middenstuk, zijn we steeds in staat geweest om in die 2 wedstrijden kansen te creëren. Dus ja, in de beginfase schieten we er ook niet in. Of hebben ze er ook niet in geschoten. Dus ja, durf ik geen antwoord op te geven. Het klinkt misschien logisch. Maar nogmaals, we hebben ook in beide wedstrijden in de beginfase goede kansen gehad. En waar iedereen nog gewoon krachtig en fris en fit was om op de score te komen. Dus complimenten voor het veldspel. En dat had die keeper Erik Jansema ook. Die zegt, dit is gewoon de beste ploeg van de hele derde divisie. Ja. En daar was hij echt heel stellig in. Ja, nou ja, kijk, hun hebben ook pas 3 wedstrijden gespeeld. Dus op zich kunnen we daar nog niet zo heel veel van zeggen. Wat wel mooi is om te zien als trainer, is dat we een bepaalde manier van spelen willen uitdragen met elkaar. Daar best wel gedisciplineerd over moeten zijn en voor moeten zijn. Spelprincipes noemen we dat. En dat je daar als trainer gewoon heel veel van terugziet. En dat is ook zeg maar
waar we met elkaar aan vast kunnen houden. En dat doen we ook. En dat maakt dat we dit niveau met elkaar kunnen hanteren, zeg maar. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel. Want uiteindelijk moet het allemaal wel iets opleveren. En dat is winnen. Ja, precies. En doelpunten maken. Want dat is ook wel een onderdeel van ons spel. We willen gewoon ook graag veel doelpunten maken. Over de doelpunten maken gesproken. Dat beeld van Gakpo. Misschien 20 keer laten zien aan Stef Nijland. Want volgens mij is hij in staat om die bal er op dezelfde manier in te krullen. Toch? Zeker, wij spelen ook met een rechtspoot op links en een linkspoot op rechts. In dit geval Quincy en Stef, zeg maar, de afgelopen wedstrijden. En volgens mij zijn die allebei in staat om diezelfde goal te maken. Zeker. Ja, ja. Precies. Maar dat gaan we volgende week gewoon doen, of aanstaande zaterdag, of niet? Ik hou je eraan. Tegen Sportrust, hè? Ik ga eraan houden, Piet. Ja, gaan we doen.